Michel, zo was je nog niet eens reserve tijdens het EK en nu rij je de finale van de Nations Cup. Ja, dat ging in één keer snel, ja. Ja, helaas voor Aniek, haar paard. Ja, een ongelukje, waardoor dat ik naar voren schoof. En ja, gelukkig zitten we erbij voor zaterdag. Ja, inderdaad, finale gehaald. Hoe voelt dat? Hoe kijk je terug op je eigen rit? Ja, super dat we erbij zitten voor zaterdag. Oké, ik was zelf dan streepresultaat vandaag. Buiten dat ik streepresultaat was, denk ik wel dat ik een hele goede rit had. Ik kreeg 2 fouten in de 3-sprong. Paard voelde eigenlijk heel goed aan. De rest van de proef liep zoals het moest lopen. En een goed gevoel aan overgehouden voor zaterdag. Kun je eens vertellen hoe dat is om als jonge gast hier te mogen rijden? Ja, dat is geweldig. Ja, het EK dat lukte helaas net niet. En natuurlijk de kans voor dan hier wel mee te kunnen doen en dan in het team, ja, dat is top. Had je nog last van zenuwen of zoiets? Nee, ik was vandaag veel mee. Was aardig zeker van mijn zaak en paard voelde ook goed aan, dus was niet veel reden toe. Hoe ga je naar zaterdag toe, die finale? Het is natuurlijk voor jou ook dan weer eigenlijk nieuw. Krijg je dan nog tips van die andere jongens? Ja, dat zal zeker wel. Oké, we hebben nog een dag rust morgen. En dan eens even kijken hoe de paarden aanvoelen. En dan gaan we met een goed gevoel, denk ik, richting zaterdag. Ja, nog tot slot. Is het een beetje een gekke voorbereiding geweest als je ineens moet invallen? Ja, absoluut. Ik heb Bailey zet de laatste tijd iets wat minder wedstrijden gehad. En oké, die kans kreeg ik om mee te gaan, dus die heb ik gepakt. En hij voelt goed aan, zoals ik al zeg. Maar ja, dan verwacht dat ik moest rijden. Nee, dat had ik absoluut niet verwacht.